Ik heb een gloednieuwe schilderij. Ik wil eigenlijk weten hoe dat hier staat. So beautiful day. Oh, oh. Ik heb een gloednieuwe schilderij. Ik wil eigenlijk weten hoe dat hier staat. Geleden heb ik dit schilderij dus gemaakt, maar het zag er echt niet uit. Ik was er nog niet erg tevreden over, want het gezicht was niet helemaal kloppen, de slagtanden ook niet, het had een kroontje en de achtergrond was heel erg donker, dus daar werd het ook niet gezellig van. Dus toen heb ik toch maar het schilderij weer opgeknapt, waardoor er meer kleur in zit. Ik vond het een beetje mooi, net zoals het schilderij dat ik laatst heb gemaakt, van Simon. Dan wou ik dus hetzelfde op dit doek, nog meer kleuren in toe te voegen, toch een beetje oranje erin toe te voegen. De ogen wat blauwer gemaakt. En nou is het zo. Voor mij is de ruimte nooit helemaal af. Vandaar dat ik de muur net helemaal opnieuw heb ingericht. Dit was dus helemaal kaal. Of ja, niet helemaal. De klok die stond hier en een schilderij van een collega van mij stond daar. Ik zal nu even de hamer wegleggen. Maar ik wou niet zijn werk weghalen, want ja, het is ook voor hem leuk als alles ingericht is met mijn schilderijen, dat er toch nog één schilderij hangt van hem. Dus ik heb het pas gemaakt, ik ga het binnenkort kopen, maar ik dacht tot die tijd kan hij hier hangen. Een van mijn werken waar ik ook trots op ben, zijn deze twee werken. Zoals velen van jullie weten, heb ik laatst Pablo Picasso gemaakt, dat doek. Een collega van mij die zag dat ik hiermee bezig was en helemaal na het eindresultaat wou hij graag dat ik een schilderij aan hem ging maken. Eigenlijk wou hij het een beetje op eenzelfde manier als Pablo Picasso maken. En toen bedacht ik in één keer, nee, ik ga het op een hele andere manier doen. Ik ga wel een portret van hem maken, maar ik doe het op een hele andere stijl en dat is het zwart-wit. Maar om het niet al te donker te maken, zei ik van, nou dan ga ik de achtergrond wel iets speciaals geven. Toen plakte ik verschillende soorten kleine kranten erop. Plakte ik uiteindelijk hierop. Why do you paint? I paint as a matter of fact, to stop thinking.